Welkom op deze video. Ik ga nu de computer opstarten met een USB-stick. Dat is een USB-stick van 8 GB. En daar heb ik de nieuwste versie van Ubuntu op geïnstalleerd. Dat is Ubuntu 14.04 LTS. Even kijken, we gaan beginnen. Even de USB-stick erin doen. Computer aanzetten. Ik druk op F12 om de opstartvolgorde te veranderen. Oh, dat doe ik fout. Even opnieuw. Oké. Ik moet nu even opstarten vanaf de USB harddisk drive. Dat is deze. USB harddisk drive ScanDisk Cruiser. Daar start ik nu van op. En nu wordt de harde schijf van de computer niet meer gebruikt. Dat gaat allemaal via deze USB stick. En het voordeel is dat je op de USB stick een totaal pakket hebt van een besturingssysteem. Alle bestanden kan je erop zetten. Nu is dit een USB stick van 8 GB. Maar je kan ook tegenwoordig heel goedkoop een USB-stick van 32 GB kopen. En dan heb je meer dan genoeg ruimte om daar allerlei bestanden en programma's in op te slaan. Hier staat dus volledig Ubuntu 14.04 op geïnstalleerd. Ik start nu op. Even inloggen. En je ziet, het werkt. Ik ga even kijken of de basis werkt van internetbrowsing. Geloof het wel, ja, dat werkt goed. Ik ga even kijken of streaming video het doet. En dit is dus een verse installatie van Ubuntu. Ik heb hier nog niks aan gedaan. Even kijken, ik moet even naar televisie. Even kijken of het streaming video gedeelte werkt. Nou, dit is reclame. Even later komt er streaming video van het NOS Journaal. Ik denk wel dat het allemaal werkt. En in een volgende video zal ik uitleggen wat je moet doen als je net een nieuw besturingssysteem hebt geïnstalleerd. Kijk, het ziet er allemaal goed uit. Het werkt eigenlijk. Je installeert Ubuntu 14.04 en alles werkt meteen. Je hebt je internetverbinding, je hebt je streaming video. Dus dat ziet er goed uit. Nou, ik sluit dit even af. Zo. En dan in de volgende video zal ik uitleggen hoe je Ubuntu 14.04 verder kan optimaliseren en instellen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.